Stop de dieet mindset. Veel mensen die ooit een dieet hebben gevolgd of bezig zijn met afslanken, hebben vaak een dieet mindset. En een dieet mindset is niet de mindset die je eigenlijk wil hebben als je voor duurzame resultaten wil gaan. Want wat we eigenlijk zien bij een dieet mindset, als we het bijvoorbeeld hebben over voeding, is: heb ik dit verdiend? Of hoe ga ik dit compenseren als ik bijvoorbeeld een taartje heb gehad? Of als ik met vrienden iets lekkers ben gaan eten? Of zien dat mensen zich schuldig voelen op het moment dat ze iets hebben gegeten, maar het eigenlijk willen afslanken. Dus kan ik dat dan wel eten? En dat ze zelfs voedingsproducten gaan zien als vijand. Suikers zijn slecht, of brood is slecht voor je, etc. Nou, datzelfde geldt of komt ook voor bij het sporten. We zijn heel erg vaak gefocust op calorieën verbranden. We staan op de cross trainer, calorieën verbranden, ik heb nog geen 100 calorieën verbrand. Maar dat is niet de mindset die jouw duurzaam resultaat gaat opleveren. Sterker nog, het levert alleen maar stress op, wat vervolgens weer tegen je gaat werken. Hetzelfde zien we met progressies en met name de weegschaal. Het is alleen maar gefocust op dat cijfertje van hoeveel kilo is er nu af. En ik ben weer geen kilo afgevallen, dus het zal me niet goed gaan. En weer die frustraties en die stresslevels die gaan stijgen. Of hoe zie ik eruit? Continu maar afmeten in de spiegel van is het verder eindje nou echt wel goed of wanneer is het goed genoeg? Dat is natuurlijk niet wat je op lange termijn of korte termijn wil. We willen een gezonde relatie met voeding, sporten en beweging creëren die ervoor zorgt dat je zo weinig mogelijk stress ervaart. En die mindset helpt jou ook om een duurzame relatie te ontwikkelen. Dus op het moment dat we daarmee aan de slag gaan, dan verminderen we de kans op een verstoorde relatie met voeding en verminderen de kans op een verstoorde relatie met jezelf, oftewel een negatief zelfbeeld. Ik ga je een aantal voorbeelden geven hoe je op een andere manier kunt denken om hiermee om te gaan. Als we het hebben over voeding, heb ik dit verdiend, dat is een typische dieet mindset. Maar wat je ook anders zou kunnen gaan denken, heb ik honger? Of in plaats van hoe ga ik dit compenseren, wat kom ik tekort als ik dit niet eet? Dat is een hele andere manier van denken. Op een dag van, zal het mij voldoening geven als ik dit eet? En kan ik gewoon genieten van de producten die ik eet? Dat is een hele andere manier. Maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor sporten. In plaats van hoeveel calorieën heb ik verbrand, heb je wel eens afgevraagd of je plezier hebt beleefd tijdens het sporten. Was het leuk? Gaf het je energie? Heeft je lichaam nu meer energie gekregen na deze training of de volgende dag? Of kan ik beter slapen dankzij die workout om mijn hoofd even leeg te maken? Dat is een veel positieve insteek dan continu maar bezig zijn met ik voel me schuldig, ik heb niet gesport. Of ik ben maar aan het kijken hoeveel calorieën ik nu heb verbrand op een Apple Watch met hardlopen. Dat is niet een gezonde relatie die je gaat helpen. Hetzelfde geldt natuurlijk van progressie. Hoeveel kilo is er af? Je kan ook denken, hoeveel beter voelt mijn lichaam zich nu ik bezig ben met het hele proces? Hetzelfde geldt voor hoe zie ik eruit? Vraag jezelf af, wat kun je allemaal dankzij je lichaam, nu je gezond eet en meer gaat bewegen? Kun jij meer plezier maken met je vrienden? Kun je beter met je kinderen spelen omdat je meer energie hebt? Kun jij beter je werk doen omdat je conditie is verbeterd? Al dat soort dingen. Wat kun jij dankzij je lichaam? Maar dat gaat ontzettend ver. Je kunt van knuffelen tot seks hebben tot van alles. Dankzij je lichaam, omdat het gezond is. En daar staan we eigenlijk te weinig bij stil. Want er zijn ook heel veel zieke mensen die dat niet kunnen. En dat heb jij misschien niet. Dus wees dankbaar dat jij dingen dankzij je lichaam kunt. En daarvoor wil je het lichaam goed verzorgen. Dankzij beweging, dankzij goed eten en het verzorgen. En dat realiseer je niet met een mindset die we althans al snel erin sluiten bij een typisch dieet mindset. Dus afslanken is prima, maar waak ervoor dat je dat op een manier doet die duurzaam is, met een gezonde mindset. En dit zou je kunnen gebruiken als opstapje daarentegen. Het helpt niet, maar niet zeggen dat het jouw mindset opeens gelijk verbetert, maar het kan je helpen als opzetje. Dus schrijf die negatieve gedachten op, die typische dieet mindset. Streep hem door en verzin voor jezelf een positieve, nieuwe, gezonde leefregel. Dus bijvoorbeeld, heb ik plezier beleefd tijdens het sporten? En dan wordt dat het uitgangspunt waar je naartoe gaat werken. Dit is een klein onderdeel van hoe wij mensen coachen en hoe we mensen helpen. Natuurlijk gaat het nog veel verder.
En mocht je daar hulp bij nodig hebben, vraag ons dan gewoon of stuur even een berichtje. En wie weet kunnen we daarin ook iets betekenen voor jou. Want een gezonde dieetmindset of een gezonde leefmindset is echt ontzettend belangrijk om in de toekomst echt veel meer te kunnen houden van je lichaam.